Wat gaat komend universitair jaar u brengen? Komend universitair jaar gaat brengen dat de universiteit veel grote internationale programma's gaat uitvoeren op food security en food system gebied. Dat ze innovaties gaan bereiken die al in de week gelegd zijn een jaar geleden. Met de aanwas van studenten en jonge generatie, ik denk dat we op heel veel nieuwe dingen komen. Dat hoop ik. En dat we samen gaan werken met heel veel partners. Ja, ik ga het komend jaar nieuwe uitdagingen zoeken. Ik werk voor een project met vluchtelingen die een universitaire achtergrond hebben en die hier ook weer vakken gaan volgen. Dus dat blijf ik doen. En daarnaast ga ik zoeken naar werk buiten Wageningen, omdat ik het ook wel interessant vind om eens verder te kijken. Hopelijk een bos aanplantproject in Afrika, waar we het kunnen vergroenen. Dus dat is als het rond is, hopelijk. En dat zijn voor het komend jaar. I will do my research for the whole year here in Wageningen University. And I will defend in the next year in China. I hope I will get a research result here. Well, I start a master in nutrition and health next week, Monday. I hope to be part of some project around the world that this university can offer. I hope to improve my knowledge in this field and to share and meet at the same time people from other countries. So I don't know. Now, where are you from? Italy. Italy. Yeah. And how long are you going to stay in Wageningen? At least 2 years or 1 year and a half. It depends if I do an internship abroad. Ik begin aan het vierde jaar van mijn PhD. Dus ik moet het onderzoek gaan afronden en dan mijn thesis gaan schrijven. Welk onderwerp? Ik werk aan Aposcelaire mycorrhiza, een soort schimmel die een interactie aangaan met plantenwortels en zo de planten helpen groeien. En daarna? Weet ik nog niet. Daar moet ik ook even over gaan nadenken, denk ik. I have no idea, because I started last year, September. I'm a PhD student. So I just came and start my work. It's about plant genomes. So I'm going to assemble cabbage genomes. And then I have to compare the genome sequence of these genomes to find any structure variations. I'm going to graduate, actually, so I don't have much to say. And what are you going to graduate in? Biosystem engineering. Ik heb geen idee, want ik zit nu op de uni. Dus ik heb geen idee ervan. Wat ga je doen dit jaar? Werken. Gewoon alleen werken. Ik ga niet met school bezig zijn, dus... Wat voor werk doe je? Ik heb net gesolliciteerd, dus als het goed is ga ik binnenkort beginnen. Ik ga mijn thesis afronden, mijn eerste thesis, en dan begin ik aan de volgende thesis. En dan hoop ik volgend aankomend jaar af te studeren. Wat is je veld? Watermanagement en hydrologie. De hele tijd in Wageningen gestudeerd? Ik heb 1 jaartje in Delft geweest en voor de rest alleen maar in Wageningen. Hoe lang ben je bezig geweest? Dit wordt mijn 7e jaar. Ga je daarna verder met je PhD? Nee, ik denk dat ik gewoon ga werken. Ik hoop heel veel nieuwe kennis. En ook gewoon leuke dingen doen met vrienden en medestudenten. I'm going to be studying animal sciences and mostly just working on that. It's a new year for me. Because I'm a first year coming here straight from Poland. So probably just adjusting to life here too. Nou, ik ga op het talencentrum hier werken bij de universiteit. En wat houdt dat in? We organiseren cursussen, talencursussen voor studenten hier. En die organiseren we. Welke talen? Alle talen. Dus ze kunnen alles bij ons komen doen. Maar de meeste talen die gegeven worden zijn Nederlands en Engels. Ik ga proberen al mijn vakken te halen. Gewoon steady. Voor de rest, ik zit bij een vereniging, dus daar ga ik me op focussen. Ja. Wat studeer je? Biotechnologie. Hoeveelste jaar? Ik ga nu 2e jaar in. Eerste jaar succesvol afgerond? Yes, zeer goed. Hoge cijfers, dus het gaat lekker. Research and teaching. In which field?
entomology. So I'm working on caterpillar or insect neurobiology in general. And I have I'm a postdoc researcher here in the Department of Entomology. I have a grant from the Dutch government for a 3-year project to work on the feeding behavior and the anti-predator defense of caterpillars mostly. Okay, and where are you from? Germany. So, but I studied here originally, so I did already my master's, then I went back to Germany for my PhD, and now I'm back for my postdoc research. Ik ga volgend jaar pas naar de universiteit, maar ik wil misschien in Wageningen gaan studeren, dus we nemen hier een kijkje. En nou ja, vriendinnen zijn al nu met de intro week hier bezig en dat zag er allemaal wel leuk uit. Wat doe je nu? VWO, nog in Amersfoort, VWO 6. En wat wil je hier misschien gaan studeren? Management en consumentenwetenschappen. En wat doet u hier? Ja, de vader van, om het zo maar eens te zeggen. En ik ben ook benieuwd, hè, wat Astrid vindt van uiteindelijk ook hier in bijvoorbeeld in Wageningen studeren. Ik werk zelf ook in de voedingindustrie, dus ik heb ook wel iets met voeding en landbouw. Dus wat dat betreft spreekt mezelf hier aan. Hè. Ik heb hier niet gestudeerd, maar Wageningen lijkt me in ieder geval ook qua universiteit, qua campus en qua stad een hele mooie optie. Maar ja. Het is allemaal nog te bezien. Alle mogelijkheden nog eigenlijk denk ik eventjes evalueren. Leren. Het vooral ook heel erg leuk hebben, denk ik. Dat is belangrijk. En lekker halfjaartje buitenland. Dus niet alleen maar Wageningen. En dat is een beetje mijn jaartje, denk ik. Gewoon heel veel plezier, denk ik. Dat is het belangrijkste. Wat studeer je? Bos en natuurbeheer. Ja. En halfjaartje buitenland, waar ga je heen? Bologna. Dan ga ik niet per se bos en natuurbeheer dingen doen. Meer agrotech-achtige dingen, maar... Ja, wordt leuk.